Met die van je, die baas niet eens steeds. En die komt bij de kombuis. Hallo. Wat gaan we doen? En hoe doet het vandaag je bij deze gaan? Nee, doe ik krijg een briefwerk. Ach, zo'n eerste klas. Oh, dat is goed. Wat is verkeerd, kap? Oeh. Gewoon, ze zit weer vanavond in de café, hè? Oh, kom je toch niet elke avond uit? Dit zal ons geld besparen weer. 50, 60, 68, 70, 103, 58. Onmogelijk. 4 dagvaardings op 1 dag. Hoe kom je ook niet geld van gymnastiek dat mensen kan uittrekken? Ach, moet niet verspot wees, nee. Maar kijk naar hier de rekening van die slachter. Nou, word jij je groente eter als jij wil, ik wil niet. Wel, het is onmogelijk om met 250 gram, 300 gram zijn rekening af te betalen. En elke maand dragen we nog 50 achter. Jij moest met een miljonair getrouwd. Het is hier, hij is te groot. Luister, Maxie. Ik heb groot geworden in hier, huis. En hier gaan ons blij. Dus ons huis, onze familie huis, hoor. Nou, goed dan. Dan raak ons elke maand dieper in die schuld. Ach, dan moet ik weg wees. Ik kan altijd gaan werk. Moet niet zo zijn, nie. Denk je, ik zal jou tussen al die wolven insturen en al die moeilijkheden te gaan om jou te krijgen? Luister toch, schatje. Ik weet je wel niet, maar ik heb toen weer zo gedanken. Of was je maar weer... Nee. Maar dat zal ons probleem oplossen. Niet in de slaapkamer. Maar dat zal niet voor een kort tijdje wees. Net als we daar een groot contract aan die handen krijgen. Uh-uh. En dat is duizenden goede mensen in die stad en ons kan makkelijk 50 rand daarvoor krijgen. Nee. Schatje. Maar een vriendeling in ons huis. Ons zal voor iemand fijn met een kunstige smaak adverteren. Iemand wat voor jou een vriend kan wees. Iemand wat stil is, och, afgetree is. Jij. Iemand wat naar rust en stilte zoekt. Nee, ik heb het geweet, is al samen met mijn stem. Mevrouw, is dat een lieflijke tuin wat je hier hebt?
Maar die blomme moet ons toch gewoon sla raken. Die huisie is kappelijk. Ik denk dat jij hier een verband met die tweede slaapkamer. Ja, die groot, luchtige atelier slaapkamer. Geschikt voor een afgetreden persoon of een persoon met culturele smaak. Dus ik, Gijsbert Papenvoets. En mijn naam is Leroux en dat is mijn vrouw. Aangename kennis, meneer. Je hebt smaak. Ik ben natuurlijk met die Franse naam, meisje. Maar jij niet een beetje jong om afgetreden te worden? Dus dat ik afgetreden is niet. Dus een kwestie van dat ik het niet meer een kantoor of zoiets. Niet zien, ik is een kunstenaar, ik skiller. Die huisje van jullie kan nog beroemd worden, man. Ik zie nou een klare koeperplaatje daar zo. Hier het Gijsbert die grote geskiller. Maar kom eens gaan kijken naar huis. Goed, kom eens gaan zitten naar huis. Mama, ik is een man, kom je zou hier praten. Ja, schaam me, ik ben wedelijk. Ik vertrouw tussen een beetje oud. Maar ons is nogal stillerig weer. Mevrouw, dat is uitstekend. Ik heb rust en vrede nodig wanneer ik werk. Ik kan ook niet goed koken. Dat is nog beter. Ik is op het dier. En ons weet niks van kunst af. Ja, maar die critici rekenen dat ik ook niks af van weet niet. Nou, maar kijk, ik is bij het tevreden. Waar is die kamer van mij? Meneer, dat is nogal duur. Rechtig, je zal niet geïnteresseerd zijn. Nonsens, hoeveel kost het? Zeg van mij hoeveel kost het. Meneer, dat is 50. Uitstekend, ik neem mijn kamer. Dus dat die lichter die kost, ik bedoel voor die kamer, die kost heel extra. Heel snel in orde, meneer. Ons maakt het een volle 100 rand de maand, nee? Hier bij die trap is op, meneer. Oké. Ja, ja. Met die trappen gaan we onze plan maken. Je moet er heen maken hier in zijn jaren. Onze moeder wacht hier in de echt. Heel op de rechter moeder probeer om te doen, meneer. Hier die trappen is recht. Ik ga niet. Iets verkeerd. Voel je ziek? Die mailpapier. Rosa. Wat is verkeerd met Rosa? Mijn gestel reageert in Rosa. Neem een pil. Mevrouw, dat is niet iets lichamelijks, dat is mijn ziel wat laat in reageert. Maar heb je al vruchtensuik proberen? En dat is zo'n lieflijke kamer. Daar is het implant. Ik ga het mijzelf versieren en ik ga het op mijn eigen onkosten doen. Ja, natuurlijk een schilder om enige kleur. Nee, niet zwart, nee. Niet zwart, nee. En misschien een donkergrijs. 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 Nee, man. Jongen. Iets helders. Iets luchthartigs. Dat is recht, mensen. Kom, kijk. Nee, oké. Okay. Kom, kijk, mensen. Oh, oh. Wat is er gebeurd? Oh. Meneer, en ga niet, is vreselijk. Wat het ook al is, is maar niet verf. Voorwaarts mars. Kom binnen, mensen, kom, kijk hier zo. Dit is natuurlijk iets helemaal niks. Ik ben nog nooit van tevoren. Wat ik al die jaren van gedroomd. Het vat lang, maar op je oude end komen mensen toch daar. Je krijgt wat je van gedroomd. Mama, luister maar, heb je licentie om je goed te verkopen? Misschien dat ik het verkoop niet, meneer. Ik is kort ziek, je weet. Mens moet bereid wees voor die dingen. Hier heb ik een boek, hier beschrijven al die kwalen wat de mens aan kan leiden. En geloof me, vriend, ik leid aan allemaal van haar leiden. Oeh, excuse me, dat is jouw ding. Mevrouw, ja, die kiemen die kariolen in die plek. Mens moet altijd gereed wees. Je weet die lijden wat ik het terwille van mijn kunst. Dat is vreselijk, man. Mama, luister, man, hier is mijn twak. Dat is niet twak, niet meneer, die is kunst. Dat is nou wel een van mijn vroeger werken hier. Is een beetje naïef, je weet een beetje onoorspronkelijk enzovoort, eenvoudig ook. Helemaal onoorspronkelijk. Ja, je ziet die boompie, bergie, stroompie, soort van bezigheid, je ziet. Dat is voordat ik die renaissance-invloed kwijtgeraakt. Renaissance? Ja, die renaissance-invloed kwijtgeraakt. Nou kijk, daar is kalerij daar zo. Het is helemaal iets nieuws, een nieuwe beweging. Maar dat is toch groter twak, man? Dat is niet veel, je is erbij, man, ongepoetst. Dat is een beweging in een nieuwe richting. Daarin beeld ik uit die stromingen en die negingen van mijn onderbewustzijn. Maar ik was natuurlijk dronk toen ik het doe. Oh, natuurlijk was hij dronk geweest.
vrouw, die man van jou, verstaan hij niks, nee, is hij heel te malle erdvarken. Ik denk niet, hij houdt van kunst niet. Ja, die kan hem eens zien. Zeg mij, mevrouw, kan ons vanavond zo'n beetje vroeger eet? Vanavond komt daar een model zien en vanavond wil ik mijn inspiratie krijgen van die menselijke figuur zien. Ah, moet zij vooraf zoiets om de eet. Ja, dat zal voor hem dus maken. Ah, dat lijkt goed, mevrouw, zo'n lekker licht en iets in, hè. Ik geloof niet aan die zware aandeters, niet. Dat de mens zo slecht slaapt, je weet. Hoe kom ik je zo bekommerd, mevrouw? Lijkt je helemaal goed. En ik zou voor schaamte wees, niet. Maar zeg maar, eet jullie mensen niet? Nee, dank je. Ons is op de dieet. Mag ik maar een stukje brood krijgen? Dat is bij je calorieën, man. Je kan een stukje brood krijgen, maar niks boter nu, hoor. Recht, dan niet boter niet. Dus nou wonderlijk. Al drie van ons op het dieet. Nu hoeven ze in elkaar zijn eetgewoontes te veranderen. Maar mevrouw, jij moet daar maar iets eten. Kijk nou voor mij. Ik is op het dieet. Maar ik plus wel altijd aan zo iets eten. Anders wordt men zwak. En je begint te kwijnen. Ik leek al klaar, zo'n geraamte. Wel, in elk geval is niet baie skorrel goed om te was, nie. Ja, dat is omtrent al wat goed is. Wel, mensen, het is tijd voor mij om te gaan werken. Mevrouw, onthoud toch eens jullie later niet aan zo ietsje maakt, zo weer zo puzzelinkie. Denk toch maar aan mij, hoor, maar net niet baie nie, hè. Ik is op daar dieet, dieet. Kerel, pas op, die calorieën. Calorieën, wat zijn calorieën? Waarom moet je kleren afhalen? Zeker niet, ik moet kleren dragen niet. Ik moet even kleren dragen. Hoe wil je niet eens mijn figuur zien voor je daar aan begint bent? Figuur zien jou en je vrouw zal zeker niet omgeven als ik hier zonder kleren is. Mijn vrouw is niet omgeven als je hier zonder kleren is niet. Het is mijn werk, ik doe het 7 maal een week. 7 maal een week? Ja, en 2 keer op een zaterdag. 2 keer op een zaterdag? Echt, wat gaat met jou aan? Schat, je weet Spanje. Ik ga misschien Spanje toe en dan oefen ik. Misschien kom ik daar een stierig weg. Weet toch, jij is zeker honger? Nee, hier is mijn brood. Wel, in elk geval, als jij klaar is met tafeldoek, vat hem terug, kom bijs. Maar jij hebt zo'n prachtige vrouw, ik moet hem zei dat niet. Prachtige vrouw, ik moet hem zei dat niet. Hoe goeie naam, jij is zeker meneer Papen voor zijn model, nee? Ja. Och, Johan, wijs dan niet, waar is die plek? Maar is jij dan niet, meneer... Jammer. Dit is de kamer hier. Ah, kom in, kom in. Nou, waar in die wereld krijg je zo'n gedachte? Er is vanavond iets verkeerd. Ik weet niet wat scoort mee. Muziek is wat ons nodig heeft. Nou, wat nou? Oh, wacht.
Oorlen, zo kerel, dat is het blom wat zij daar die je nog nooit in gezien hè? Je komt kunst studeren? Nee, ik heb van per, ik kom vorm studeren. Hij zegt mij gijs met papenvoest brengen. Niet toen hier op mijn Instagram te wijzen. Ik zal het zelf kennen. Kom kennis. En hij is zeker weer bezig met zijn au pair goedjes. En hij leert om hier leer bij jullie huis. En nou, kerel, ik heb het werk om te doen. Goeie, alleen dat virus. Ja, jij hebt zeker gedacht, ik zou nu die hier kunnen. Jij gijs met papenvoest, maar jij kent ook van mij bij je. Hier is dat kom jij toe. En hier is dat kom ik leer je juist. Ik wil dat je werk voor je. En je gaat weer op en je gaat bij mij stoppen. En je gaat weer op en Johan, gedraai jou. Nee, nou mijn tijd zelf nog niet, nou mijn tijd niet, maar ook niet, maar nog. Goeiedag mevrouw, ik stop dieren op. Wel, je gaat het niet hier doen niet, tot ziens. Ga het niet hier doen niet, verbeel je. Wanneer alle dieren in land uitgegroeid zijn, zullen mijn dieren nog staan. Dan kunnen ze mijn werk waarderen, maar dus ik dank wat de mens krijgt. Wacht, is er nog iets van die dieren waar ik nog wel opstop? Meneer, De kort, mevrouw. MC de kort. MC? Ja, MC. Dus Engelse naam voor Master of Ceremonies. O, jij is de ceremoniemeester. Wel, dus niet al nek. Is meester van baie ander goed. Om mee te beginnen is het goed genoeg. Wat kan ik voor jou doen? Wat kan je... Dus nou een vraag, daai. Wel, is omtrent hierdie ding in Franse pampier. Precies voor baie stil persoon. Persoon, jij? Ja, natuurlijk. Ik werk elke avond, ik slaap in die dag. Ik is die stilste persoon dat je ooit kan krijgen. En wat ze dingen is dat die? O, het is MC, ceremoniemeester. Nou, is het nodig dat hij in zijn kostuum hier rondloop? Moet niet verspot wees nie, skat, dat is die jongste mode. Wel, kan ons bezigheid zelfs? Wel, dan gaan ons, kom binnen. Ja, dat is bezigheid gezels. Wel, zoals ik gezegd, ik is ceremoniemeester. Ik heb mijn eigen club. Ik werk van 5 uur in de middag tot 4 uur de volgende ochtend. En dit is de enige tijd wanneer jullie mij zal zien. 4 uur in de ochtend. 4 uur in de ochtend? Ik heb niet eens geweten als het tijd is 4 uur in de ochtend niet. Prach, dan zien jullie mij niet, jullie horen mij niet. Ik is zo stil zoals een muis. Je bedoelt niet elke rot niet? Jij is persoonlijk. Ik haal mijn schoenen af als ik bij die trappen opga. Dan slaap ik heel dag dier tot 5 uur die volgende middag, als ik weer ga werken. Jullie zullen eens weten, ik is hier niet. Wonderlijk, kom eens proberen, 80 rand de maand. 40, 70, 45, 60, 50. Reg. Kom kijk naar die kamer. Mooi kleurschema. Prachtige bloemen. Al die printen. Ik zie je lang van kunst, hè? Recht het dan alsjeblieft, dankie. Rechts alsjeblieft. Ja, dat is je kamer. Ik ga maar. Ik ga maar. Wat is er nou verkeerd? Dat is de trop zebra's daar binnen. Oeh, je
meen jy hou nie van die kleerskema nie? Nee, ek dink het was mooi. Maar, is net een bietjie skielig geweest. Toe maar, ons moet vir jou uitverf met een mooi stil kleur. Nee, wacht, ek is nie lafhaard nie. Nu my donkerbril aanset. En dan gaan ek in. Kom, ek help jou in. Nee. Het is niet zo vreselijk, nie? Ek het een klip, en dis vreselijk. Maar het is niet zo slechts als die plek, nie? En die planken? Dis vir medicijne. Ek is nie siek, nie. Gebruik het vir een boekrak. Boek? Oeh, ja. Wel, ek begrawe my gezicht nie in sulke dinge, nie. Wel, kan jy nie iets doen wat ons mee goed kan doen, dan, nie? Winter kom, en jy het een viermaal plek al onder? Wel goed, dan het ons viermaal uit. Wat soort ding is het die? Speel jy muziek? Dit lyk soos 'n gitaar. Nee, dit is my tas vir my kleren. Kleren tas? Ja, my eie ontwerp. Wat ek jou wys hoe werk het. Vir die skouwels, vir die nou broekspijpe, alles. Dis mooi, hè? Hè? Hoe laat is het? Nou, ek moet gaan werk. Maar, ek moet eerst een lekker bad van. Bad jy ook? Dink jy ek is een beatnik? Waar is die badkamer? Al die gemak van getrouwde leven, 50 lang is een man, praat jullie van trouw. Ik wil graag trouw. Nee, die trouwbezigheid is, square. In 1947 heb ik een girl gevraagd met mij te trouw. Bedaar man. Volgende keer probeer ik rullen. Dus persoonlijk. Duke. Die ouwe wat met mij Aster getrouwd is, hij is persoonlijk, weet je. Ons zien hem recht, Jems. Laat mij dit doen. Ik zal hem zelf recht zien. Hoe ga je dat doen? Wel, ik het mijn eigen plannen. Ik doe het diep. MC, ik kan vrek weer je. Goeiemorgen. Morgen. Is jy die man wat al die goed in die boerenvriends krijg? Ja, ja. Weet jy iets van tuinmaak af? Ik reken zo, waarom? Wel, wat verkeerd is die planten nie wil groei nie? Ja, maar watse planten?
Een man die met groenblaren en bloemen en wortels, die wat je in je tuin zet. Maar wat voor grond heb jullie nou daar? Ja, grond. Man, hij bruin goed die waar die kinders zo vuil maken ze daar een speel. Ja, meneer, maar wat er kleur? Is het nou bruin of is het nou rooi of is het nou wat? Wel, zeker zo half. Is die planten misschien verlep? Verlep? Hulle is zo pap soos ou wat een lekker party gehad het. Man, dat lijkt voor mij niet of daar die grond van jou eindelijk kans krijgt om asem te halen, nie. Hè? Ja, asem. Wel, kijk maat, ik praat van grond, niet mensen, nie. Ja, meneer, ik praat ook van grond. Ik bedoel alleen daarmee dat die grond niet genoeg lucht krijgt, nie. Wel, hoe doe ik dit? Pomp ik het op, of wat? Nee, meneer, je moet het niet oppompen, nie. Je vat eenvoudig aan furkie. 3 of 4 tannen of zoveel als wat je wil. En dan maak je het los. Zo onder bij die wortelkies langs, een beetje los. Oeh. Maak ik die grond los? Oh, ja, nee, maar recht, dankie. Huh? Recht, tot ziens. Goedemorgen, Maxie. Wonderlijke dag, hè? Mm. Maxie. Wat je hier doet is helemaal totaal en absoluut verkeerd. Die wortels kan je asemhalen niet. En wat weet jij van die dingen af? Wel, lekker het mijn eigen plantatie en dus kies toch, Maxie, blad die worstok. Meneer Pluk niet. Kom, laat ik je wijs. Zo, zie. Zeker is die planten wat met lucht krijgt. Je weet, Maxie. Ik kan enige ding in die wereld laat groeien. Hoe is jy het groen vingers, net? En weet jy wat? Eendag gaan ek terug na my eie plaas toe. O, dit moet wonderlik wees om op 'n plaas te bly. Ja, ons kan so gelukkig wees. Môre, tannie. Môre. Het tannie miskien my hondjie gesê? Nee, skatie, hoe lyk hy? Wel, hy is omtrent so hoog en hy is so roerig met die wit bosie. Ek het hom nie gesien, het jy, Emsie? Wel, as jy hom sien, sal jy vir my laat weet, ek bly nie daar oorkant, nee. Goed, dan sal. Tot ziens. Kinders! Oma, dit is daarom al vreselijk dat jy so laat moet werk. O, ek hoop ek het hierdie goed nou reg uitgewerk. As ek maar net hierdie kontrak in die hande kan kry. Dankie. Dit zal voor ons baar betekenen, hè? O ja, nieuwe kar en Harry. Rokke wat je altijd wil gekoop het. En misschien zo'n klein pelsjasje. Hij is al zo lieflijk voor jou schouders lijkt. En als jouw strijk eerst breekt, dan gooi je soms zomaar weg en ons koop in die wene. O, je hoeft niet daar ooit te bekomen, hij is al klaar gemaakt. Je hebt hem recht gemaakt? Ems heeft voor mij gewijs om dit te doen. Emsje? Hij is moest elektrisch ingenieur. En wat mijn electrical engineering degree heeft, en al die tijd krijg ik het uit de boek. Practical instrument handyman. Uit de boek gelezen. Je meen niet af in die gebied. Verliefd is ik tot dit doen. Ik heb het boek gelezen en heel van die dagen ga ik het weer doen. Wat? Een boek lezen? Ja. Wat je dan? Digi, als ik laal om het dank ik respectable. Woordenboek. Uit de prinkies, Duke. Woordenboek. Pak een Duke. Wacht. Kom eens werken tijd. Hier, het ek een lekker huis, hein? Een mooi girl, sy koop voor mij, ek is gemakkelijk. Maar als iets missing. Ah, ek weet waar het is. Wat? Verantwoordelijkheid. Huh? Het is recht, verantwoordelijkheid. Ek nie verantwoordelijkheid nie. En ek wil verantwoordelijk raak. En volgende woensdag is haar verjaarsdag. En dit is die dag wanneer ek een beetje verantwoordelijkheid gaan krijg. Epsie! Ek wil eens, jy moet dink dat ek... Die beste luceder is wat ons ooit kon kry. Jy weet, hy sal enig iets vir ons doen. Ek sê jou, die vrou wat hom daar maar een dag kry. Sal gelukkig wees om so'n man in die huis te hê. Dis wat ek wil eens, jy moet dink. En wie jy wat? Ek dink sy begin van haar Emsie te... Hou, ja, ek hou van hom. Hy is so goeie sien en hy is so stil. Hy het sulke goeie maniere en hy is... So oud vir sy ouderdom, soveel wysheid.
Maar ik wonder wat dink hy my goeie man van haar. Goeiemorgen, MC. Lekker geslaap. Maxie. Morgen. Maxie, weet jy dat jy die lekkerste kos kook? En jou man is seker baie gelukkig. Hy is regtig van die kos wat hy kook. Ja. Dis wonderlik. Maar Maxie, vanmorgen is ek nie honger. Maar jy gaan het toch eet nie waar nie, jy is altyd so bedagsaam, jy het soke mooie maniere. Ja. Ja, ek gaan. Roosterbrood. Botter. Maxie, jou man is seker baie gelukkig. Ek wonder of ek ooit so gelukkig gaan wees. Ach, jy vlei my man net. Nee, regtig nie. Maxie, jy weet die enigste vrouwmens op wie ek verlief was, is getrouwd. En het hy jou gestrand afgesê? Maxie, mense soos jy, wat getrouwd is, jy weet net nie hoe gelukkig, wel... Eet jou kos, dit word koud. Maxie, jy weet, ek is, wel, jy kan nie verstaan nie, hoe eensaam is ek nie. Ek is alleen in die wereld. Maxie, my hart huil vir die mond. Kan jy dit verstaan, Maxie? Hoe kom hy nie syverings aan nie? So beelskoon, ek kan nie een woord uitkneed, daar is een knop in my keel, ek is so toe soos een klei osse sweet, ga jy is mevrou, daar is niks wat ek kan sê, nie enkele woord nie, o, die skoonheid is wonderbaarlik, mevrou, ek, my, die keel, nou bly dan stil, o, is wonderbaarlik, beelskoon, lieflik, die wonderlikste wat ek in my hele leven nog gesien het, maar het kan verbeter word, mevrou, waarvan praat jy? Die skoonheid, mevrou, die skoonheid, is die meest beeldskoonste wat in die hele land, in die ganse wereld, mevrou. En hierdie middels wat ek hier het, kan hy nog meer beeldskoon maak, mevrou. Wat se gedier tussen die? Wat soek jy hier tussen mense? Was net om nie jou klip gewees môre, hè? Kijk, Sienkie, as jy nie nou in tyd huis toe gaan, gaan jou ma jou byt. Ek dink hy verkoop iets. Iets, mevrou, wat jy so beeldskoon sal maaklik, selfs die sterre aan die hemeltrans sal verduister in die skoonheid. Sy maat vir een woordeboek geskrik. Hier was die eerste middel. Ek het nie daar goed nodig nie, ek het my eie room wat ek in die morgen middag en aand gebruik. Ek wil nie daar room heen nie. Maar mevrou, ek het nie nodig. Hierdie is een basisse skoonheidsmiddel vir die vel. Ek het dit, ek het dit. Nee, ek het dit, ek wil dit nie heen nie. Wacht nou, kan jy nie sien die dame wil dit nie heen nie? Mevrou, lieflik. Ek wil dit nie gehad het nie, want ek het nie... Beeld skoon, mevrou. Of ek het hier lief, mevrou. Is jy honger? Mevrou. Thank you.
Mr. Duke. Je moet slaan, MC. Je moet slaan. Je moet slaan, man. Slaan. Ja, ja. Oké. Hè? Oké. Oké. Ja, dank je. Doe mijn hoed naar die klap toe. Hè? Doe mijn hoed klap toe. Oké. Je komt niet na bij die plek niet weer, hoor. Rup, ach, zie toch, het hij je hand hier gemaakt? Nee. Zo wel goed. Nee, eigenlijk niet. Ik is bokskampioen van Oxford en Cambridge geweest. Richtig? Ja, maties en takkies en aikies en witties ook. Oeh, jij is zo sterk. Jij is zo mannelijk. Ik zal die telefoon antwoorden. Ja, wie is het? Oh, MC, heb dit gewerkt? Ja, eerste klas. Ja, eerste klas, dank je, generaal. En nou is alles recht voor woensdag, hè? Dus moest van verjaarsdag, hè? Ja, dus die dag, hou niet aan. Dus niet eens voor mij. Dus die dag, generaal, die vijand is omsingel en nou staan ons recht met die groot kanonnen. Wel, alles van die beste, ook, kat. Nee, baie, baie dank je, generaal. Hetzelfde voor jou. Tot ziens. Dus mijn oom, generaal van Tonde. Hij wou advies hebben omtrent een tactische probleem. En jij hebt het voor hem opgelost? Net zo. Lieflijke dag, Neskat. Nog een kopje koffie? Ja, dank je. Oh, hierdie ding moest hem zelf rijgemaakt, hier is werk weer. Nee, MC het hem rijgemaakt. Is een lieflijke dag, nee. En wat zoek MC in ons slaapkamer? Hij was niet in ons slaapkamer, jij hebt mij niet gebruikt. Is een lieflijke dag, Neskat. Neskat. Ik ben niet zo opgewerkt geweest voor ontbijt, ik hou niet af van die. Kom, geef mij kos. Ik hou glad laat MC in ons slaap gaan. Hij was niet in die kamer, hij heeft mij niet gewijs. En dit op mijn verjaarsdag. MC, vandaag is die dag. Jouw buffel van een man. Wel, van een wonder is die kost niet per dag verbrand nie. Ach, maar skat, hoe kon het die kost verbrand op zo'n wonderlijke dag? Nou, wat is omtrent zo'n wonder ook omtrent vandaag? Het lijkt voor mij net als enige andere dag. Ach, niks. Je hebt veel koffie. Wel, ik moet skiet, ons het een vergadering omtrent een nieuwe contract. Dus nou iets bijzonders, dat nieuwe contract. Gelukkige verjaarsdag, Oeh, MC, vreselijk baie dankie. In elk geval, jij komt daar. Jouw verjaarsdag, die belangrijkste dag in mijn leven, kan ik ooit vergeten. Dit was rechtig baie dierbaar van jou, MC. Baie dankie. Ek het geweet, jy sal af van hou. Ja, meneer. Ik moet maar mijn kop wees. Net zoals jij zei, meneer. Oeh, excuse toch, dame. Geef mij een vulpen in horloge, enig iets, geen me iets. Ik is zeker, zij zal bij je hiervan hou. Is prachtig, geef die rustbrief, dankie.
Dit zal R40 wees, alsjeblieft, meneer. Ik heb Twitter weggekom met nou die R40 betaal. Die geld wat ons maak het, man, wat vergeterig is. Jy sien, ek het geweet jy hou van sulke dinge. Tenminste, plaaslewe, dus kom ek die boek vir jou gekoop het, Maxie. Het is die baas van jou. Hey! Ek sien een slang in die gras, een geitje in die onkruid. Maar het is haar verjaarsdag. Ek het dan net vir haar verjaarsdag gesoen, ja, ek meen meneer Leroy. Ek sien een kereltje wat nie plek het om te slaap nie. Oppas, kat, hy is een bokskampioen, jy moet net sien, jy weet Oxford, Cambridge, jy moet net sien dat hy een... So moet ons in die kruis staan. Zo, mijn vrouw, ik heb nog afgerekend. En nou, mijn vrouw? Wil jij het daarom niet vergeten? Nie? Ja. Nee, mevrouw. Ik denk ons dan maar een beter type Lucia te proberen krijgen. Daar die mens. Ons kom kyk na die kamer. Die groot gemakkelijke kamer. Ach, dierbaar, kom maar binnen. Pans. Leroux. Pans, doet gaan. Aangename kennis. Ik woon nie misschien ietsie gehad het voordat jullie naar die kamer gaan kijken. Wel, ik weet niet. Ja, dank je maar, mama, dan net even. Net zo ietsie bitsie. Je niet. Net om kennis te maken. Ja, niet om kennis te maken. Hoe lijkt dit? Zie nou, dit is nou om kennis te maken. En ons het niet zo pietje groot te maken. Ja, niet zo twee druppels meer. Niet om beter kennis te maken. Soda water? Nee, dank u. Soda water is niet goed voor de gezondheid. Kies toch water dan. Ja, maar ik hou niet blij van die smaak van water. Nee, water smaakt zo negatief, weet u. Zo negatief, ja. Ja, negatief, ja. Dank u. Is jullie misschien nog doors? Wel net zo een kleintje dan. Weet u, meneer, ons hou niet van die soort goed. Nee, ons hou rechtig niet van jullie soort goed. Somtijd. Dit kan ik zien en daarover zal ik niet aandringen. Ja, en ons wil rechtig niet een verkeerde gewoontes die aanleer nie. School. Maar wacht dames, laat ik net eerst via die kamer gaan wijzen. Ja, hier nooit. Oh, ja, goed. Maar kan ons niet net enigje krijgen voor die pad nemen? Die pad is een fox, dus dan staan het ons zo slecht. Hulle het recht gemaakt. Maar die pad is vreselijk slecht. Maar ik zeg, moest hulle het recht gemaakt, kom kijk naar die kamer. Oh, ja. Die kamer. Hierop, Net die om die hoek. Ja, dat is recht. Ik heb gas. Ik moet dan komen. Ja, kom het echt niet. Bij jullie zijn vreselijke mooie huisjes. Sy word met hem al so snaaks, en sien sy strepe en kleuren, maar die vastlug sal haar recht maak. Sy sal nou terugkom, ek sal so lang vaar in die kamer weg. Doe dit. Is dit? Ja, het is daarom. Nee, kinder, ek word het zo'n snoek strepe. Is een op een paar voet waar hy nou ook al mag wees, hoor. Nou, vrou, ek dink ons moet daar die kamer ander kleur nou verf. Hoorie, skat, ek gaan net gaan gewinkel, so ek sal nie lang wees nie, hoor. Reg, nou. En, Johan, as daar mense kom vir die kamer, maak seker hulle is goeie mense hoor en ordentlik. Soos hulle nie altyd was. Hoor.
goede mens, zoals hij mijn oudheid was. Hij moet nog dan nog zulke mensen is. Kom binnen, alsjeblieft. Ik weet niet, ik heb nog geen mazels gehad, nee. Dit mag aanstekelijk wezen. Maar kom binnen, ik heb het nog niet klaar uitgeverfd. Je is recht af van die camera. Kom binnen, alsjeblieft. Hier bij het trapje op, alsjeblieft. Maar dat moet ik zo'n paar dingetjes wat ik moet doen. Ja, ik denk, zo staat amper als het klaar. Het is prachtig, nietwaar? De hele kamer zal blauw weer. Dit is een mooie kleur, nietwaar? Niet slecht, niet. Ik verf altijd mij toe en alles rooi. Ik is niet altijd zo lelijk. Maar je lijkt helemaal goed genoeg. Is maar net van ik die kamer uitgeverfd heb. Natuurlijk. En nou is die kamer mooi recht voor jullie tweetjes. Lieflijk. Ons heeft een mooi stil kleur gebruikt, niet waar, niet? Hou jullie van die kleur? De prachtige kleur. Johan! Hallo, schatje. Dames, dit is nou mijn vrouwtje. Dit is... Tony. En Franny. En twee danseressen. Aangenaam. Onthou je, schatje, je hebt gezegd ik moet oprechte mensen kiezen. En hulle lijkt mij helemaal oprecht. Oprecht? Ik denk jij het rechtig tijd bent bij me. Mama, schatje, luister toch met een rukje af, alsjeblieft. Maak jezelf thuis. Ja, maak je. Roy, een schatje is een beetje makkelijk. Dat lijkt naar moeilijkheid, hè? Ons zal haar mas maken. Jij is nogal oulijk. Goedemorgen, dames. Goedemorgen, middag. Geen jullie jezelf? Ja, dank je. Ja, kom zit hier bij ons, niet zo. Het is een heerlijke zon, hè? Ja. Ik is nou eens hoor. Ik is nou net zo'n oomblik. Net zo'n oomblik. Goed, daar is hij. Hallo, mijn vrouwtje. Hallo. Hoe is de dag hier bij huis gaan? Nee, doe het recht. En wat het gebeurt met die contract? Oh, baie goed, uitstekend. Ik heb nog niet baie werk om te doen. Wel, ik zou je zeggen, vanavond maak ons eten vroeg klaar en dan kan je dadelijk beginnen werken. Oh, meneer, hartstig wees, nie? Daar is baie tijd. Je weet, ik denk ik zo'n beetje oefening nodig. Ik denk gaan zo'n beetje in die tuin werken. Pas op dat je niet op die aster trap nie. Maar ik heb heel dag in die kantoor gewerkt en nou kan ik eens een beetje vast liggen zoeken. Nie. Oeh, dat is mij mooi om te zien dat rust zo lekker. Je vindt dat als het winter dan kan je niet meer zo lekker in het zonnetje leven. Ja. Dan kan je niet lekker leven branden. Goed, je op de tafel. Dank je. Rechts, kat. Ach nee, Tony, man. Hoor leven, man. Ach nee, Franny, is het die hoogte wat je kan schoppen? Hoor, man. Ik zeg voor jou, zeg. Probeer die plafond eraf te schoppen. Dat is recht. Nog een beetje, hoor. Dat is recht. Die plafond daar boven. Nog een beetje. Nog een plafond. Dat is recht. Weet jij, schat, ik denk ik behoort ook een beetje schopoefening in te krijgen. Maar waarom, schat? Omdat ik baie graag jou plafond wil schoppen. Maar Tony, jy nie meer leven, nie. Meer ambitie, man. Ik heb nie werk om te doen, want Johan het. Gaan oefen in jullie kamer. Maar dat is zo dringend, niet? Doe jullie twee keer op naar jullie kamer. Nacht, skattebol, en moet niet zo hard werken, niet? Arme man, zo jammer, je moet werken. Ik zal nooit toelaten dat mijn man zo hard moet werken, niet? Dus laat hem mij, arme man, dan zal ik jouw dag op zo'n doen. Dan moet hij nog een stuk om mijn werk. Is jij rechtig moeg? Zo een beetje, hè. Niet bezig om je natuurspunt te bewonen, hè? En je blijft ontspannen. Ik zal zo moe voor dat contract. Ik werk elke avond in een contract.
Die contract komt al bij mijn oor uit. O, nou het ek skielik jou plezier bederf. Maar ik denk ons werk allemaal te hard in hierdie huis, Maxie. Totdat hy twee keer daarboven werk op te hard. Ek sal jou sê wat, kom ons hou een partijkie. Een partijkie? O, Johan. Dit sal wonderlik wees, is jy ernstig? Ja, ek sal vir jou sê wat, ek sal vir twee lekker kerels reel met die... Nie jou daar oor bekomme nie, ek sal vir dit reel. Ken jy dan kerels? Maar natuurlijk, denk jy ek het nie vriende nie. Ek ken baie. Ek gaan sommer nou weg. O, en Johan. Ja? Sit jou oor terug, is nie mooi sylle so uitkom nie. Ah, skatie. Weet jy, Beatnik, ons moet ophou met die rondgevallerij. Ons moet ophou met die klein diefstalletjes. Ons moet gaan werk. Groot diefstal. Dan kan ons trouwen. Ons kan kindertjes kry. Sê vir my, oppassend. Ken jy enige meisjes wat... wat met ons iets te doen wil hebben. Hallo, MC, is het jij? O, Willie, onze twee jong dames wat hier bij ons logeer en ik wil baie graag hê als het moontlik is voor jou om voor ons twee jong mans te krijgen om hulle een aan te komen bezoek. Nee, dis niet voor eten of zoiets. Wel, ik ga niet een van hulle wees nie. Ek is bang voor die man van jou. Ach, moet nie jou daar oor bekomme nie, dis moes al lang al vergeten. In elk geval, ek gaan nie na by die plek nie. Nou goed dan, breng dan twee van jou vriende. Ek is seker jy het vriende. Ah. Ha! Aha, ek ken net die twee kerels wat jy wil hê. Aha, wat jy gesê? 7:00, julle huis. Nee, ha, hulle sal daar wees. Hulle sal graag daar wil wees. Okay. Bye. Boys, boys. Ek het vir julle twee girls gekry. Twee girls wat plek verlief is op julle. Hulle wil hê julle moet by hulle gaan eet. Beatnik, jy moet was. Pasen, jy moet jou harde kam. Julle gaan vry. Ek het jou mooi gesê, man. Ik weet niet wie die kerels is nie, Max is veel gereeld, maar ons maar wacht en kijk en zien wat opdag. Zij daarom een goede smaak, Max? Oh ja. Ach, Tony, gaan loer niet gaan, alsjeblieft. Dit nou zien hulle wees. Is dit die plek, die Leroux'se plek? Ja, kom binnen. Waar is die kos? Hallo. Iemand heeft een boe-boe gemaakt. Wat een is mijne, hè? Naam kerels, hè. Hier ene is mijne. Die rest van jullie kan met elkaar uitsorteren. Jullie twee hier, alsjeblieft. En twee hier alsjeblieft. Moet ons op stoelen zitten? Natuurlijk, waar we niet anders te zitten. Hey, je moet op een stoel zitten. Niet. Dus wat achteruit gaan als jullie dans. Ja, en jij? Je weet, hulle het de anderste tronk voor jullie, niet die cellen als ons niet. Is snaaks, weet je? Het is een soort apartheid. Is dat nog zo goed niet leren? Het is ongelooflijk, maar het lijkt me zo. Jullie moeten niet persoonlijk wees, nie, hoor. Ja, kijk, jullie nou eerst jullie gelaat wees weer die circus. Ja, ik zie zo. Daar is die koos. Star, ik had ons op een ordentelijke manier begint. Gezondheid. Besef me, als jij ooit in die kapsel tronk geweest hebt, ze vreselijke tronk daar. Ik kom van Johannes begonnen. Oh, die poort, nee. Die hadden plekken daar van mans en vrouws, maar je kan die opzet kerst daar branden. Ik zie nog Durban en die lekkerste tronk. Ach nee, wat ik al bij meer van ons Londense tronk. Moet niet winkel praten, dat is niet goede manier. Winkel?
Ja, een shop. Ach nee, alsjeblieft, kerels, laat ons liefst die gesprek veranderen, alsjeblieft. Ja, zekerlijk. Zeg voor mij, wie is hier de beste weg om elkaar te stelen? Het kar om te stelen. Ja, je weet het kar. Jouzelf in een schroeven draaien. Nee, maar dat is ouderwet. Vandaag... Noem jij mij ouderwet? Ja, ik. Ja, kom buiten en serren. Kom buiten. Alright. Ja, wat? Hij is bang voor ons. Wacht, eerst moet je eten om mijn krachten op te sturen. Hij is bang voor jou, jij sterker dan hij is. Ja, van de buitenkant doen. En er staan een vol knoppen, wijs van waar de die wortels gegraven. Is jij bang voor mij? Nee, jij is bang voor mij. Ja, ik ben bang voor jou. Nou, kom. Zo'n gang van hier was weer. Zeg maar, is die mensen hier vertrouwbaar? Mama, tuurlijk is ze betrouwbaar. Gaan bij de kantoor slaan en vol knoppen, zoals ik gezegd. Oké, hou die kost op. Ja, kom maar, man. Ja, oké, okay, ook. Man, kijk ons niet in die huis, niet bij de kant, alsjeblieft, in de gezicht, bij de kant. Kom! Ja, bij de kant, kerels, alsjeblieft. En hier zie je een gitaar in je hoed. Slaan elkaar met gitaar in je hoed op. Ja, man. Bij de kant. En nou, dames. Nou kan je allemaal gaan zitten eten. Ik zal wachten. Hé, hey, wat was kom? Man, ga terug naar die circus toe. Gaan kleden daar. Wat is blommen? Man, ga naar terug naar je dierentuin toe. O, ik zie je daar in jouw windje gekregen. Maar ik weet niet wat om te doen. Mami wil hem niet meer in je huis zien. Maar nou, hoe komt dat nu? Hij vloeien. Tanny, je hebt nog nooit zoveel vloeien op een hond gezien. Nee, voor is los hij hele plaag vloeien. Nou, kom gooi je niet voor een vloeien poeier op nie. Ek is al reeds bezig om mijn zak geld af te bespaar. Mami sê dis my hond en ek moet vir hom vloeien poeier koop. In die tussentijd is hij niet meer in die huis toegelaat nie. Nou luister eens, Katie. Los naar jouw winkie bij Tony vanmiddag. Ek sal voor een bad, voor een vloeipoeier opgooi. En dan kom al je omlaat vanmiddag. Pa, dank je, Tony. Kom. Mag Johan proberen om niet zo laat te werken vanavond, nie? Nee, ik zal niet. Ons het beloof om vir die van de namensdag te krijgen. Nee, ik zal vroeg. Lukt ze, hè? Baba, lekker bij me. Ik kon die hele avond niet slapen. Vreselijk, het moet een soort van kind wees. Ek jeep oor ons. Wat is goed, Katie? Ons kon niet slapen, nie. Ons het die hele avond gejeep. O, dit is zeker ons vlooie wat terug is. Julle vlooie? Elke jaar kry ons omtrent so 3 maanden vlooie in die huis. Vir 3 maanden? Ach ja, maar julle sal daaraan gewoond raak. Nee, ek nie. Krap net so 'n bietjie daar asseblief. Nee, hoor. Af, op, af, links, rechts. Ja, daar. Dankie. Ek gaan pak. Hallo, hallo, hier is blijf hier moeten naar meneer Leroux's plek. 28 Bekkerstraat. Ja, ja, ze wachten binnen 15 minuten. Waar ons gaan? Naar een plek buiten die vlooienstreek. Jij zei ze dokter. Ja, ik heb gedoeg is nogal een goede plan, dus om ziek voor dat kan hij ons behandelen. Je zei werk elke aan het hospitaal. Ja, hij behoort naar enig ogenblik af te komen. Hij lijkt mij naar een redelijke soort persoon, hoor.
maatjes heeft, want besluit dat ze kom. Goedenavond. Wat ook trek toch eens in je kamer? Ik was. Het onschierlijke extra deur gekregen hoe die afkomt. Hoe die venster. En mijn professie moet een mens gezond wezen. Oh ja. Seks. Ik ga naar werk. Ik ga slapen. En moet niet worden mij bekommerd wees, niet? Je laat ze me niet horen als ik inkom, niet? Nacht, dokter. Goeiedag. Nacht, dokter Petorius. Nog een raar ene, hè? En hier is een laadburg. Die inbreker, wat bekend is als dokter Pretorius, is vanavond na een lang politiezoektocht op heterdaad betrap en in hechtenis geneem. Dat is het einde van die nieuws. U hoort ons volgende nieuwsbericht om 11 uur. Hier volgt die weervoorspelling voor de Republiek van Zuid-Afrika voor die 24 uur geëind morgen om 12 uur. Wind, regen en op. Pas, oh, pas, hoe zit dat nou? Die ding is een klavier, meneer Penny Whistler. Nou ja. Hoe zit dat daar in die trap volgens mij? Is hij die eienaar of is hij een inbreker? Man, ik niet lustig grappig zo vroeg in de ogen. Jammer, meneer Leroux, maar vanavond zie die klavier boven die kamer en trap ons niet weer op elkaar te tonen. Zeg mij, wat is eindelijk je bezigheid? Ja, ik hou niet daarvan om lelijk te zijn, maar ik is een genie. Wat? Rechtige genie, hè? Dan zit de mens intelligent genoeg om niet dat klavier na 10 uur in je hand te bespelen, niet hoor. Doe maar, is er niet die klavier in je hand hoor niet. Zien is mijn werk en ik is een baie leuk persoon. Speel ons nou dan om een nieuwe dienkje te toets. Nou ja, ik moet gaan weg, tot ziens. Tot ziens. Hou maar die klein geld hoor. Van Grie. Ah, dat was die dag in Parijs. Lente 1930. Is hij nou recht? Hij is nou recht, mevrouw. Was hij rechtig in Parijs? Was ik in Parijs? Meneer, dan weet u zekerlijk iets van kookens af. Mevrouw, die groot Duvivier was een leerling van mij. Wel, meneer Van Dijk, ik probeer om melk daar te maken, maar... En Johanna is er baie daarvan. Nou, kom eens gaan kijken. Zo, je zei, je man hou niet van jouw melk daar, meneer. En wat laat je zoiets denken? Wel, je ziet, meneer Van Dijk, elke keer als ik melk daar maak, vat hij altijd die kleinste stukje. En hij koud het zo onwillig. Het zoals ik bij die lusse daarvoor nie. Zo. Je hoort? En als hij het slikt, dan slikt hij het zo'n pelikaan wat de vis gevangen het, wat te groot is voor hem. Oh ja, wel. Denk ons, kan het redelijk iets zeggen, jong man, nou niet van je melk daar niet, hè? Wie is in hier? Zwaar, nee. Wel, kom eens kijken wat ons kan doen. Ik denk vanavond, vanavond, zet ons voor een dus voor wat geschikt is voor de president. Oh, dank je. Hier is fantastisch, meneer Van Dijk. Hier is het beste lucide dat ik ken, hoor. Dank je. Krijg zo lang van hier eier à la Maxi. Maar rechtig, je bedoelt hier fabelachtig, meneer Van Dijk. Ja, ik weet het eens. Doe maar, Johan, een van die dagen is ik net zo goed als meneer Van Dijk. Jij zal zien met hoe meneer Rooster. Ik zou beter wezen als daar die... La Gras de Vidier. Ja, ik zou beter wezen als hij. Ja, je zal je zien. Hij heeft die baie talent gehad. Hey, Johan, hij is die beste luceerder wat ons ooit kon krijgen. Hij is beslist die beste, maar die moeilijke is hij weet het. Hij weet zo baie dingen. Ik wonder of hij jou niet misschien kan helpen met jouw contract nie. Ach, lieve Maxi, waar is je nou gehoor dat componisten van bouwcontracten, cementen, betonblaaien, spijkers, schroeven, dat weet niks dan af daarvan af? Gewoonlijk weet hulle niks niet, maar met mij is het anders. Hoe denk jullie dat ik die naam Kariba van Dijk gekregen? Waar denk jullie die Rijk van Dijk Dijk in Holland zijn naam vandaan gekregen? Sta een beetje nader, ik wil jullie iets wijs. Daar is iets eeuwigs omtrent een mooi gebouw, waar die eeuwen zij schoon niet behou. Die Parthenon, die Pantheon en die kerk van Notre Dame, is Brentirion's Moses op gebied van wereldfaam.
Zelfs die dorpie van Pisa dra een roemrijke mantel, al dreeg ze kerktoren om eerstdaags te kantel. Maar een brakpan en houten, een parktown is huizen, opzettelijk gebouw op die schaal van paleizen. Dus een mengsel van honderden uitheemse stelen en tuinen wat uitstrekt voor morgen en meel. Bijvoorbeeld gereeld is huizen bedeeld met Spaans-Morikaanse motieven en pleister en eester en hakken en rakken en boop die mengsel is bozen grasdakken. Een zekere miljonair maakt hem zelf thuis in een fabelachtige Duits-Italiaanse soort huis, een beria. Mamma mia. Langs die groetpad in Natal maken huis mij altijd mal, de Grieks-Egyptische Zulu-tempel en die mengsel draad die stempel van de Zweedse tabernakel en die hele pinkspectakel staan jou in die ogen staar en daar word ik naar. Mevrouw van de papen van Portgitels Lus is van Chinese kotiel al van vlees af bewust. Een sproetpulpagode staan pal op al pelk en al heeslijk precies zoals een Hongkongse kelk. Oh, mijn lief. O, hartbeest huisje. Terug naar jou wil ik weer gaan. Stuur die huizen van die Franse en die Zwits-Italiaanse en die Zwitser-Amerikaanse met een Sputnik naar die maan. Nou, alle grapjes op een stokje. Ik ken bij mensen in die bouwbedrijf zoals jullie ooit enige hulp nodig hebt. Laat maar net weten. Meneer Van Dijk, is daar iemand wat jij niet kent? Oh ja, maar ja. Maar alles is niet belangrijk, vriend. Je is te veel verwaand, meneer. Hij is goed zo vastleg. Wat is verkeerd, meneer Van Dijk? Wat moet je ermee van Dijk? Niks niet. Ik is klaar aangetrekt, mijn loop ik vanaf 8 dan weer. Wees je stond hier, en ik is klaar aangetrekt. Maar Maxie, daar is een belangrijke mens wat naam te doen. En ik moet dan weer. Zodra jullie klaar is, dan mag jullie laten vrouw mee. Maar Maxie, kan je niet verstaan? Al wat jullie uit om aan te trekken is een baardje, een broek en een hemd. Ja, maar Maxie, kan je niet verstaan? Dit is die contract vanavond wat die belangrijkste is. Ik moet dan weer vanaf. Kook jij misschien kost in de ja, maar Maxie, je hebt al verleden week geweten dat ons vanavond gaan roken, maar je doet niet je rok gestrijkt. Nou, kom ik verleden bij rok strijk. Is dit die rok wat je vanavond aantrekt? En dit alles juist komt. Lekker bevrees, ik kan hem even aandraan, hè? Wel, meneer Van Dijk zal van mij iets kunnen wijzen, want jij weet niet wat ik doe. Meneer Van Dijk! Och, meneer Van Dijk. Oh, een tabber voor die mevrouw. Nou ja, dat is de makkelijkste ding in de wereld. Ik is misschien niet zo goed als mijn oude vriend die hoor niet, maar hij kan daar een ding of twee bij mij leren. Maar allemaal gaan zo fatsoenlijk, wees echt dus oude pruim bij hulle afsteek. Mevrouw, fatsoenlijkheid is niet een ding om te aanbid nie. Ik meen vat nou voor Adam en Eva. Oh, luister meneer Van Dijk, als jij denkt, ze gaan met de vijfblaad tussen de heiklomp mensen en dan maak je bij een groot fout weer. Nee, wacht, zo erg is het daarom niet. Staan jullie nou niet daar en luister naar mij. Waarom maak dames altijd afgoden van enige vreemde en uitheemse mode? Ons mans verstaan en begrijp niet waarom die beste kleratie uit Frankrijk moet komen. En die Franse modistische humorsen is een grappigheid waarvan die humor mij mis. Ik begrijp net eenvoudig niet waarom het tabbert ontwerp voor de dames zoals vet mevrouw Slobbert. Die rondheid en plompheid probeert te versteken met bondheid en lijnen wat ons niet verneek. Dus ongezonde inspiratie, wat leratie, zonder gratie aan die dames van ons natie wil verschaf. En is moskaf.
Moet de hoed nou juist zo'n vruchtenslaai lijk, moet het iets wees waarna geman ooit kan kijken, waarom moet pisangs Parijs toegestuurd worden? Voor het duur wordt? Waarom moet veren en appels en peren gepaard gaan met hoeden en uitheemse kleren? Voortrekkerkapjes was goed voor je trek, maar als ik het moet dragen, zal ik dadelijk... Bezwijk. Die klopken in die tenten, die tulpen, die zakken, die Empire Line en sikke soort twak, dus ze stelen de moeder voor elke getij. En die rekening sturen wekelijks aan mij. Laas man, zijn moeder is eenmaal gedra. Dan is het altijd en gaat het naar ta. En eeuwig en altijd, wie hoor niet geklaar niet? Haar hankas vol kleren en niks om te draan niet. Maar luister nou hier, mijn lieve mevrouw. Hier is een moeder, Winky, voor jou. Fatsoenlijkheid is iets wat vervaardigd kan worden. Dus aanvulling waar werkelijke schoonheid mag schorten. Met die lieve gezichtje en schoonheid van jou is het onnodig om snaakse gedoentes te bouwen. Die Franse modiste is zijn werk is onnodig. Wat jou betreft is het werkelijk oorbodig. Ik meen het gewis. Je is mooi, zoals je is. Om dit ontdek, moet je dit recht krijgen? Natuurlijk een geboren talent. Als het ding gedoemd moet worden, kun je het net zo wel goed doen. Is dat iets wat ik niet kan doen? Nee, nee ik geloof niet haast niet. Meneer Van Dijk, je is wonderlijk. Ja, ik is. Wonderlijk? Ja. Jammer, daar is niet een sterker woord daarvoor. Nou, meneer Van Dijk, nogmaals baie, baie dankie, hoor. Niet te danken, nee. Was een plezier. Je avond gereed, meneer Van Dijk. Goeienacht. Goeienacht. Geniet die avond. Jammer dat je man vanavond laat moest werken. Ja, maar hij behoort daarom naar enige oomlikheid te weer. Nou, ik heb Jesse best beter gehoord, hij is zeker net nu weer. Het is zeker hij waarover die hekje in komt. Hallo, meneer. Goedenavond. Goedenavond, meneer Van Dijk, we gaan hem weer. Waar goed, meneer. Nee, goed, in bij die werk. Nee, baie goed. Ja, wat ruikt zo lekker vanavond? Mijn nieuwe portfolio. Nee, ik bedoel dat niet. Iets wat mensen kan eten. Ah, hier is het. Ah, ja. Wat is dit? De Scottebeurs. Ik is niet honger, nee. Nee, jij kan niet dat doen, niet. Waarom, ik is niet honger, nee. Meneer Van Dijk, die hele dag gevat om het via voor te bereiden. Luister, Max, ik zie meneer Van Dijk getrouwd, niks met jou getrouwd. En ik blijf jij met kook. Toen ik gekookt heb, het jij niet daarvan gehouden, nie. Maar luister, Max, man, ik wil boerenkost, ik wil zoals een boer eet. Ik wil niet daar die klompen truipen, ik wil afvallen. Kijk, Max heeft die kost gemaakt, ik heb maar net bijgestaan en daar is boerenkost. Korte beurses, gewone gebraaide schaaprubbekjes, ik verstaan als jouw gunsteling kost. Schaaprubbekjes? Nee, kost van buk. Waar hoor je al niet gepraat? Ik wil het niet willen, nee, ik ga eet. Schaaprubbekjes, mag het niet. Meneer Van Dijk zal eerst die vorm snijden. Meneer, snij liever zelf. Het is hoog tijd dat jullie twee keer alleen eten. Dus kom mee. Ik ben niet meneer Van Dijk. Dank je wel, ja. Meneer Van Dijk.
Zeg mij, weet je iets van radio's af? En wat ze maken, is het Amerikaans, Duits, Engels? Oh, ik denk dat ze Italiaans. Dank je. Oh, wat is gebeurd? Hoe heeft hij opgespeeld? Maar even laten spelen. Dat is niet die kracht niet. Dat is schielijk gebeurd, hè? Ja. Nou, kijk hier in de onderkant, de rechterkant, zoek je daar bij die lampje daar. Er zijn twee stukken groene draaikjes. Ja. Is dat misschien los? Ja, dat is los. Connecteren, hè? Bye, dank je. Johan, misschien... Wat is geworden van haar contract waarin je zo druk bezig was? Ik heb een week geleden ingehandigd, maar ik geloof niet aan de kans. Daar is te veel grote firma's in ons. Moet die handdoek ingooien, die skat. Ik is zeker jullie staan een goede kant. Ja, je moet niet moed verloren, nee. Maar die contract is zo groot en ons zo klein. Groot firma's, klein firma's, maakt niet zaak, nee. Het is initiatief, vertel, nieuwe ideeën, energie. Als het net in die assaille moet gaan, nee. Wie zijn we? Hansen. Hansen? Arnoldus Hansen. Ja, die Arnoldus Hansen. Die vreselijke Hansen. Die onmoontlijke Hansen. Die grootse Hansen. Jullie bedoelen Arie? Maar hij is een persoonlijke vriend van mij. Hij werkt altijd s'avonds bij die huis, hij is dag zo'n nou daar. Ach, meneer Van Dijk, ik moet niet om nou plannen. Ik weet zulke mensen, dat wil ik niet aan het geplaat worden. Maar Arie zal graag niet omgeven, ze komt bel niet. Ja, maar nogthans, meneer Van Dijk, dat lijkt een beetje voorbarig als je om nou bellen. Hij bederf jouw plan. Ja, maar dat zal zo lijken of ik een contract nou wil hebben. Meneer Van Dijk, laat hij maar Ach, meneer Van Dijk, meneer nou bellen, alsjeblieft, los het liefst verlaten. Ons morgenochtend voor hem schakelen. Ja, wie is dat? Oh, Rick Van Dijk, nietwaar, niet? En hoe gaat het bij jou? Was jij niet, hoe zal ik zeggen, ziek een tijdje geleden, niet? Ja, maar ik is nu weer helemaal hersteld. Wel, eindelijk wil ik vanavond voor jou gunst vragen. Weer dat groot beheersingsschema van jullie. Wel, ik heb een jong vriend wat ik graag een stukje voor hem toe wil geven. Oh, ik heb klaar besluit wie die contract gaan krijgen. Dat is een jong man, jong firma. Ja, hier is dat. Jong man met die naam Johan Leroux. Johan Leroux. En ik is jammer ook, Karel, niks wat jij zei. Zal mij van plan dat veranderen niet. Hier die jong man is briljant. Briljant. Wel, ik is blij om te horen dat je zo denkt. Is jij werkelijk? Ik kan niet begrijpen hoe dit jou aangaat niet. En kan je me die verzekering geven dat hier Johan Leroux de enigste persoon is wat een aanmerking geneemd zou worden voor die contract? Nou, zoals ik gezegd heb, Johan Leroux is een vriend van mij en geef je om als ik voor hem zei? Ja, ik geef om. Ik verkies om zelf voor hem te zijn. Maar hoe kom jij bij hem uit? Oh, ik luister hier. Het telefoonnummer 439658. 439658. Dank je, Van Dijk. Tot ziens. Daar heet jullie dit. Jullie hebben die contract gekregen, maar ik mag niet voor jullie zijn. Nee. O, dank je, meneer Van Dijk. Ik weet niet om u te bedanken. Wat ze ons gedaan heeft zonder u? Nee, ik weet het zelf niet. Maar laat ik je eerst wezen om jullie geluk te wensen, hoor. Bye, dank je, meneer Van Dijk. Johan, kom jij niet van meneer Van Dijk dankie sê nie? Kom aan, man. Dank je, meneer Van Dijk. Niet te danken, meneer Zin. Maar laat het nou voor jullie een les wees. Want nooit moet verloren, nie. Luister hier. Je hebt zo hard proberen, zoals je kon. Je hebt je hand gereik naar die zon. Moet je nou moed verloren, nie. Luister, kan je niet worden, nie. Dat is een stem wat je leidt en het lok je aan. Om zo hoog te hoop, zoals die zilver... Nee, wacht, daar is iets verkeerd dan. Meneer Van Dijk. Johannes, kom hier zo alsjeblieft. Kom hier. Iets verkeerd, meneer Van Dijk? Vat hier die sleutel. En als ik binnen in die kamer is, dan sluit je die deur achter mij. Zal je dat doen, alsjeblieft? Ja, natuurlijk, maar dat is zo verspot. Alsjeblieft, doe wat ik zei.
Ik loop in mijn slaap en ik is bang ik val van die trap af. Zou je dat doen? Ja, natuurlijk, Beverly. Meneer Van Dijk? Ja. En als je die badkamer wil gebruiken, ik droom je aan het te was? Ik zie je roep. Nee, ik zal niet. Als ik je roep, moet je niet daar aan sturen. Hoor je? Recht, meneer Van Dijk. Ook maar een droge boek hier. Wie schat? Ik voel nogal bekommerd door die kerel van Dick. Ach, mijn schat, waar bekommer je nou waarom? Die man was al een paar keer een inrichtingswijze aanranding en geweld. En het gebeurde elke keer met volmaan. En wat daarvan? Die man is thuis bij twee jong personen. Je weet die kerel Leroux. Heb je ons daar die behuizingscontract gekregen? Misschien moet ik hulle toch laat weten. Hulle weet niet misschien dat daar iets van die man verkeerd is niet. Ach nee, wat man, moet je nu daarover bekomen? Die feit dat die man op vrije voet is, is ons nu genoeg bewijs dat hij herstel is. Ach, ik weet toch niet. Een mens weet nooit. Misschien moet ik toch maar een plan maken. Hou jij jou bij jouw eigen bezigheid en gaan bed toe, alsjeblieft. Daar is niks verkeerd met die man, ik is zeker daarvan. Nog daar. Ja, meneer Hansen. Ja, ja, baie dankie voor die waarschuwing. Ja, en baie dankie. Ja, ik zal morgenochtend op kantoor wees. Ja, goeienacht. Tot ziens. Tot ziens, meneer. Maar jullie kunnen me niet opsleten. Blijfstal. Ik wil maar net doodmaken als niks verkeerd aan meneer. Blijfstal. Is dat? Blijfstal. Kom, wat? Kom. Blijfstal. Is dat? Blijfstal. Wel, daar gaan helaas de moeilijkheid van die tweede slaapkamer. Van nou af blijft niemand meer in die tweede slaapkamer. Maar Skat, daar gaan iemand in die tweede slaapkamer blijven, zo met bagger. Maar Maxie, ons die contract krijgen is niet meer nodig, nie. Kan je niet verstaan, nie? Wel, eens in, Skat,
Mam, wel, ek nie sien, dan, ons het een toets gedoen, die dokter, en hy het met de haas en... Werkelijk, my ouvrou? Oh, mama, jy kan nie staan, ach, kom ek draai al. Ach, mens, ek het toch...